Vandaag rijden we in de Skoda Octavia 2018 met een Duitse serie 3-cylinder TSI. Ik ben benieuwd hoe deze auto rijdt eigenlijk, want het was erg, ja, zo'n grote auto als een Octavia met zo'n heel klein blokje, Duitse serie 3-cylinder, met een Yuko van een turbo weliswaar. Komt hij wel aan behoorlijk vermogen hoor, 115 pk, 200 Nm koppel. En daar heb ik al een klein stukje gereden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben aangenaam verrast. Het is ook een auto die op alle manieren wat is aangepast, verbeterd. We hebben een groter, mooier scherm. Dat zie je, het is ook veel groter. Nou, dat is hartstikke mooi. En je ziet hier bij de klokken. Zie je ook de nodige veranderingen. En wat ik zelf heel fijn vind is dat bijvoorbeeld de NBFA, die is nou ook in kleur en een hogere resolutie. Dat ziet er echt net eruit. Deze Skoda. Ja, iedereen denkt van, goh, en dat zag ik zelf vaak ook, zo'n klein blokje. Nou, die zal wel de pk's wel hebben als de turbo hoog genoeg zit. Dan krijg je het vermogen er wel uit. Maar als we bij laag toeren één ruk doen, dat valt ontzettend mee. Ik bedoel, de turbo komt er echt niet later in als bij de 1200 motor die hij als het ware vervangt met 4-cilinders. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat valt me helemaal niet tegen. De turbo begint vanaf 2000 toeren er echt goed aan te trekken. Daar eerder is hij al actief. En op het moment dat je dan zegt van, goh, ik rij in de iets te hoge versnelling een rotonde op. Hè. Wij spreken, we rijden nu deze rotonde op. En ik zou dat in z'n 3 doen. Wat normaal eigenlijk veel te hoog is. Hij bromt iets. Maar je merkt gewoon, moet kijken hoe soepel hij oppakt. Zonder geouwehoer, niet echt bokken. Je hoort hem wel brommen, maar bokken doet hij niet. Nou, hij trekt heel mooi soepel op. In principe mag ik naar zijn 6 toe. En dat kan, dat zal ik nog even doen. Nou rijd ik in principe 80. In zijn 6. Dan draait hij iets minder dan 2000 toeren. Nou, dat kan hij heel goed doen, maar je hoort hem brommen. Maar hij is wel ietsje zuiniger dan als je het in zijn 5 doet, omdat hij 2100 toeren. Want zo straks reden we echt laag in de 3 liter per 100 kilometer en nu zitten we rond de 4-5. En dan heeft het natuurlijk te maken met hoogteverschillen en van welke kant komt de wind. Maar je merkt wel dat je het in zijn 5 doet zoals nu. En dan loop je gewoon een stuk prettiger. De 1200 heeft daar geen last van. Maar goed, die heeft ook een cilinder extra. En 200 cc. Maar toch. Deze 2018 Octavia die is op tal van punten gemoderniseerd en gefaceld. Het is een facelift model. Kijk zo meteen even naar de walk-around video. Ik zal in de beschrijving daar wel een linkje in zetten. Kun je even kijken hoe je de buitenkant ziet. Wat het meest opvalt zijn de andere koplampen. Niet mooier. Dit is een redelijke luxe uitvoering. Maar niet het meest luxe, want hier zitten geen halogeenlampen op. Of wel halogeenlampen op en geen Xeon en geen andere, ja, die mag je maar 50. En er zijn er wel meer dingetjes waar men toch wel de hoekjes eraf gelopen heeft. Ik heb net even het geluid radio even aangehad, maar daar kom ik zo meteen wel even op terug. Nou, deze auto heeft een andere neus, dus een andere lamp hebben we net gehad. Een paar kleine wijzigingen, maar de rest is allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde gebleven. Maar wat ze ook wel gedaan hebben, is een iets andere middenconsole. Een groter navigatiesysteem. Ik moet eerlijk zeggen, het scherm is mooier. Echt, dat is bijna TomTom kwaliteit. Het reageert ook veel soepelender. Het staat ook wat sneller op. Dat doet hij dus ook. Maar ik had verwacht dat het nog wat sneller zou zijn. Want het oude systeem kon je echt gewoon een minuut wachten voordat hij wat doet. En als je een overschakel van het ene naar het andere, dan dat was gewoon, ja, ruk met DT's wil ik maar zeggen. Daar heeft deze auto dus geen last van. Nou, voor de rest, deze auto heeft zo'n beetje alles wel wat je nodig hebt.
He, dus wij spreken een goed navigatiesysteem, cruise control, airco. Deze auto heeft ook de automatisch dimbare buitenspiegels. En ik moet eerlijk zeggen, dat is wel een, ja, een must. En je kan het zien aan die randjes. Als er zo'n randje aan zit, dan heb je zelf dimmende buitenspiegels. En al die mafkezen die met te hoog afgestelde Xeon koplampen rijden, heb je dus mooi geen last van. Dus dat is wel mooi. Nou, wat doe je er nog meer met deze auto? Deze auto die heeft nou, ook gescheiden links-rechts temperatuurregeling. Automatische airco. Ik heb niet heel veel aandacht besteed, dat is eigenlijk niet anders. Ik heb zelf een Octavia 2013 en aan de hand van een test die ik een paar jaar geleden reed, heb ik besloten om mezelf ook in te kopen. En nu wil ik een andere auto en ja, ik heb wel wat links-rechts gekeken. Tot heden valt me dit niet tegen. Deze auto heeft ook als grote voordeel dat hij gewoon een stuk zuiniger is dan de oude 1200, die helemaal niet onzuinig was. Deze is gewoon weer een heel klein beetje zuiniger. Want ik zie gewoon een veel lagere gemiddeld, veel lagere getallen op de verbruikscomputer voorbij komen. Dus ik geloof ook wel dat je hier gewoon weer wat een stukje zuiniger mee rijdt als met het oude motorblok. Want ja, god, de techniek staat natuurlijk niet stil, hè. Als ik een motor heb met een cilinder minder, kleine cilinderinhoud, allerlei optimalisaties in het blok, dan kan je dat krijgen. Wat ook wel zo is met deze auto, ik heb ook een foto gemaakt, blok eruit, kun je de motor ook zien. Men is niet over één dag ijs gegaan, men heeft echt niet het blok uit de Up gepakt, of uit de Citico gepakt, en daar gewoon domweg een turbo op geschroefd. Nee, men heeft echt wel wat dingetjes aangepast hoor. Dat die thermisch gezond blijft. En dat de box is al een paar jaar op de markt. En ik hoor niet bij wijze van spreken dat er dikke problemen zijn. Terwijl bij wijze van spreken met het andere modellen heb je wel problemen. Met de 1500 dat die begint te schokken, dat die koud is. En de 1800 en de 2 liter zuigerbeveren problemen. Nou, dat merk je wel. In zijn 6, 120. En zoals de Skoda's meestal doen, ze lopen op rails. En het grappige is, de motor is zelf heel stil. Je hoort hem niet echt. Wat ik nou het meeste hoort zijn de banden. Hier zitten van die fijne Continental banden onder, van die Eco-contact banden. Dat zijn tamelijk luidruchtige banden. En ja, ik hou niet zo van Continental banden. Ze zijn tegenwoordig een heel stuk beter dan een jaar of 10, 15 geleden. Dat wel. Maar in principe vind ik wel apart dat zo'n duur merkband qua prestaties niet echt boven de middelmaat uitkomt. En ik voor het geld koop je ook Michelin's of andere merkenbanden die gewoon beter zijn, stiller zijn, meer grip geven, veel gunstiger slijtagepatroon geven. Maar goed, Pon heeft een deal met Continental dat alle vrachtauto's uitgerust worden met deze banden. Nou, wat kan ik voor de rest nog vertellen? Deze auto zit goed in zijn spullen. Alles wat je nodig hebt zit er wel op. Het stuurt gewoon erg goed, vrij direct. Dit is niet een auto met extreem harde veren. Vrij relatief comfortabel afgestelde auto. Maar het belet hem niet dat je hier gewoon niet een behoorlijke, redelijke bocht mee kan maken. Hij loopt hem echt op rails. Dan rijden we 120. Nou, zo'n hele flauwe bocht op de snel waar we doorheen gaan. Maar je voelt niet dat de auto echt aan alle kanten rammelt, klappert, of dat hij gaat hangen of dat hij drukt. Deze auto loopt echt gewoon op rails. Want dat vind ik bij wijze van spreken dat VAG bij Skoda eigenlijk misschien nog wel de beste onderstelafstelling hebt. Maar wat heb ik nou aan die knetterharde vering die je in veel Seat's tegenkomt? Vooral de sportieve modellen. Terwijl je gewoon met de stroom mee rijdt richting je werk. Dan heb je liever wat vering die wat comfortabeler is. Daar heb je gewoon veel meer aan. En dan zijn de wegen in Nederland vrij goed. Maar een bepaald deel van Duitsland, Tsjechië bijvoorbeeld niet, als je in België woont. Waar het helemaal een drama is.
voor deze auto hebt betaald, die is ook behoorlijk gunstig. Je koopt gewoon, je krijgt gewoon meer spullen, meer dingen, dan als jij dezelfde auto koopt van Volkswagen. Ik vind het wel heel erg raar eigenlijk. Vroeger was bij spreken Skoda een beetje de budgetmerk. Seat zou sportief moeten zijn. En Volkswagen, de beste allrounder. En Audi, het luxe segment. Dan ga ik even een stukje langzamer rijden, want ik wil weten wat het verbruik gemiddeld doet als je 100 zit. Zo. Dan rijden we even gratis. Dan rijden we netjes 100. En dan zien we 4,5, 4,6. En dat is een beetje ruim boven de 21 zit. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Je bent ook afhankelijk van hoe vlak is de weg en welke hoek komt de wind. En aangezien er geen bladeren aan de boom zit, kan ik niet zien hoe het waait buiten. Dus dat kan ik nog niet echt bepalen. 100 km per uur in zijn 6. Dan rijden we een stuk zuiniger dan 21. En terwijl je normaal dat eigenlijk er tegenaan zit met een 12. Dus de schommel is een beetje eromheen. Nu gaan we een hellinkje op vanwege een viaduct. En die verbruik iets oplopen. Dat is natuurlijk wel typisch voor zo'n klein motorblokje. Ik stel natuurlijk weinig momentum. Nog een vakje waar je in een bril of andere spulletjes kan doen. Pen of zo, weet ik veel. Erg handig. Aan de andere kant heb je inderdaad make-up spiegels. Heel politiek correct natuurlijk. Het kan allemaal. Deze auto heeft standaard een klein leerpakket. Dus dat betekent dat je het stuurwiel en de pookhoes is dan van leer. En eigenlijk zit het op de meeste modellen zit het ook wel. Ja, als je gewoon Ambition luxe hebt, zit het er vaak wel op. Ambition Business is nog een beetje hoger. Dat is als het ware de lease uitvoering. Ze proberen ze maar natuurlijk als het ware de lease mensen te trekken om zoveel mogelijk te nemen. Nou, deze auto is ook uitgerust met de nodige sensoren links en rechts. Ik heb de CSM even ingesteld. Een paar dingen vallen me op. Het berekenen van de routes gaat echt razendsnel. Dat is echt een behoorlijke vooruitgang. Wat ik even over wil zeggen is over de radio. Nou, dit is de radio. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar wat me echt opvalt is, het is heel mooi gemaakt dit. En hier kan je echt heel leuke dingen mee doen. Geluid voor. Geluid van puur op achteren. Zo kun je echt helemaal spelen. Zo. Om het goed te krijgen. Maar wat me echt opvalt is, het valt me ontzettend tegen. De speakers die er nu in zitten, die zijn beduidend slechter in geluid dan wat er in mijn eigen Octavia zit. Die staat het radio heeft. Dus de eerste auto waar ik niks in hoefde te doen. En dit is echt, het geluid is hol. Er zit totaal geen diepte in. Niet echt geweldig. Dat werkt niet echt prettig. Voor de rest heb je hier een heel mooi ding. Je kan een beetje het verbruik zien. En hier zit van alles bij. Hè. Door de stad heen stoppen. Niet in het meest ideale verbruik. Wat je gereden hebt. Wat je gemiddelde snelheid heeft. Wat je verbruik is. 6,1. Nou, dat is niet rond tegen de 1,15 aan. Dat is niet echt briljant natuurlijk. We kunnen nog 400 kilometer rijden met dit. Sinds de start. Het is langere tijd. Nou ja, blijkbaar rijden wij zuiniger dan die andere mensen. Nou, dat is prachtig. En wat je ook voor de rest hebt is, hier kan je allerlei dingen kiezen en ook laten zien. Nou, wat heb je nog voor de rest?
hier kan je ook, nou ja, verbinding maken met apparaten. Daar kan je ook dingen mee doen. Dat is ook heel erg leuk. Hier kan je alle dingen, je kan de applicaties op de telefoons installeren en dan kan je communiceren. En als je een momentje afsluit, dan kan je ook van allerlei andere zaken doen. En wat ook erg leuk is, het verkeer. Als er bijvoorbeeld meldingen zijn of niet. Het zit er allemaal op. Nou, dan gaan we heel goed rijden. Dus dit systeem is echt een behoorlijke vooruitgang ten opzichte van het oude systeem. Je ziet er wel vingers op, dat is iets minder. Dus als je bij spreken hebt zitten eten in de auto en je handen zijn wat ietsjes vettig, dan zie je het onmiddellijk ook op je scherm. Dat is iets minder, dus je zou vaak met een brillendoekje het even schoon moeten maken. Dan ziet het er zo beduimeld uit. Dus dat is wel een vooruitgang ten opzichte van de oude. En dan voor de rest kun je dus alles instellen met een knopje hier op het stuur, zoals je dat zelf zou willen. Dus het werkt allemaal nog keurig netjes. Geef me aan hoe laat we aan zullen komen. En naar zo'n 15. Dat is echt wel een dingetje hoor. Ik denk echt dat je, als je 80 rijdt, hij kan het wel in zijn 6, maar dan bromt hij. En doe je het in zijn 5, loopt hij net 2100 toeren, dan loopt hij gewoon aanzienlijk beter. En in dit heuvellandschap is het ook beter, want dan heb je gewoon duidelijk, je turbo doet het ook lekker mee en dan verneem je ook niet zoveel van die hoogteverschillen van die heuvels die je hier hebt. Dat is wel een dingetje. Rij je natuurlijk in de Noordoostpolder waar alles plat als een pannenkoek is en je wil echt de laatste millimeters uit je liter benzine kunnen halen, ja, dan zet je minstens 6. Maar zelf, ja, het kan wel. De computer geeft wel aan dat het allemaal, dat je graag naar zijn 6 moet. Maar gevoelsmatig heb ik dat niet. Een ander ding wat ik nog wilde vertellen is de spiegel. De binnenspiegel die is kleiner dan de spiegel in het oudere model. Je kan alles even goed wel zien, maar omdat het glas wat nauwer is, moet je wat nauwkeuriger kijken van, als je naar achteren wil kijken om te zien wat achter je gebeurt. Dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Ik had wel gehoopt eigenlijk dat niet het geval zou zijn, maar goed. Helaas. Bode, kom erin. Over 600 meter de rotonde bij de eerste afslag verlaten en de N342 richting Deinekamp volgen. Nou, er zit ook een nieuwe stem in. De cameraman vindt de stem maar niks. Ik vind het wel meevallen. Verlaten. Ja, gaan we doen. Ik heb de radio zachtjes gezet, omdat als je de muziek door elkaar heen hoort. En YouTube begint al te zeiken over copyright en meer van het, dat het bullshit. N342, 6 kilometer volgen, alstublieft. Maar eigenlijk vind ik het wel goed dat hij ook bij wijze van spreken navigatiestem dat dan wel weergeeft. Want soms, ja, genoeg mensen die helemaal niet geen muziek willen hebben. En mijn vrouw. Zet altijd muziek altijd uit, want de web zegt gewoon liever niet. En ik heb altijd muziek aanstaan. Ik rijd niet anders. En dan heb je wel gewoon het voordeel dat je van je navigatie gebruik kan maken. Goed, om een heel lang verhaal kort te maken. Deze Skoda 1000cc TSI Combi Ambient Business. Ik vind het een leuke auto. Die 1000cc rijdt echt stukken beter dan ik had gedacht. Je hebt ook die 1400 en de 1500. Nou goed, die geven dan nog eens een keer een 30, 35 pk extra. Maar dan krijg je ook wat andere dingen bij. Je betaalt gauw 3000 euro meer. Je komt net één tarief in de wegenbelasting hoger.
Dus het scheelt weer 80 euro, 900 euro per jaar ongeveer. En deze auto zal waarschijnlijk wel iets zuiniger zijn. Want die cilinderuitschakeling gaat alleen werken als de motor warm is en jij constant snelheden rijdt. En deze is natuurlijk, als je gewoon rustig rijdt, onder de inlichtingskoers, pak je gewoon een voordeel omdat hij gewoon een kleinere blok is. Het is tot de helft kleiner. Ja, ik ben wel een beetje over mijn drie cilinder angst heen eigenlijk. Want het grappige is, op het moment dat je echt stevig doortrekt, dan klinkt hij ergens in de verte, en dan niet lachen alsjeblieft, dan heeft hij wel wat van een Porsche 911, de eerste generatie, die watergekoeld zijn met een Zwitserse uitlaat, die wat stiller is. Dan hoor je dezelfde roffel. En ja, dat klinkt natuurlijk niet verkeerd. Alleen, dit gaat ook een heel stuk langzamer. Of je nou 350 pk hebt, of 115, dan krijg je natuurlijk wel een iets heel ander snelheidsding van. Deze auto, de facelift, vind ik eigenlijk op een aantal fronten wel goed uitgepakt. Al had ik wel gevonden dat deze auto meer ledstandaard had moeten hebben dan alleen de achterlichten. Voor had er best ook geen halogeenlampjes in moeten zitten, vind ik. Kortom, dit is een goede auto. Een goede koop, denk ik. Als je gewoon niet super sportief wil rijden, maar gewoon met de stroom mee. En je meer voor comfort gewoon rijden wil, dan heb je in deze 1000 zat. Of je bij deze auto een dikke kerf van 1000 kilo erachter wil hangen en dan zit Frankrijk gaan rijden. Nou, mensen schijnen het wel te doen. Ik weet het niet. Dat zou ik dan eens moeten uitproberen. Maar ik wel denk, als je gewoon solo rijdt met mensen erin en wat goederen, is deze 1000 gewoon voldoende. Zeker omdat ze nu in Nederland de snelheid willen verlagen naar 100 kilometer. Ja, maar dan heb je eigenlijk helemaal niks meer aan de 130. En dat loopt deze auto eigenlijk ook gewoon prima. Ik zou zeggen, een aanrader. Bedankt voor het kijken naar deze test. En tot ziens, meneer.